Rotary Suriname heeft voor de tweede keer geld opgehaald voor sociale instellingen in Suriname door hun participatie aan sportactiviteiten. Deze activiteiten van de Rotary staan bekend als Rotary Suriname Runs for Charity. Leden, partners en vrienden van de Rotary Suriname hebben deelgenomen aan de op 6 februari gehouden Miami Half Marathon 2022 in de Verenigde Staten. Met als doel fondsen op te halen met elke afgelegde kilometer. Deze fondsen worden voor en na de wedstrijd opgehaald en daarna overhandigd aan 3 goede doelen in Suriname. In totaal is er een bedrag van $25.000 opgehaald. Dat is geschonken aan de 3 sociale instellingen Stichting Betel Yara, Stichting Support Recycling Suriname Surasur en de Kennedy Stichting. Rotary-vertegenwoordiger Anjani Bewegers vertelt waarom deze 3 stichtingen zijn gekozen. De Rotary heeft 7 areas of focus. En de stichtingen die deze keer gekozen zijn, die zijn dus ook gekoppeld aan die areas. De Kennedy Stichting koppelt het stukje education en child health, want het zijn 2 dingen, 2 vliegen in 1 klap eigenlijk. Er is een school gekoppeld aan de Kennedy Stichting. En dus er wordt onderwijs verzorgd aan kinderen met een beperking, dat valt onder het stukje child health. Dan hebben we Stichting Betel Yara, dat is een tehuis voor kinderen met ernstige meervoudige beperking, valt ook onder child health. En toen kwamen we ook op Surasur, die koppelt het stukje support our environment. Dat is een area die recent erbij gekomen is. De $25.000 is eerlijk verdeeld tussen de 3 instellingen. Elk van hen heeft een cheque van $8.333 ontvangen. De directrice van de Kennedy School, Renate Waartes-Venlo, zegt dat de donatie zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kinderen. De directeur van Surasur, Glenn Ramjan, haalde aan dat het geld goed zal worden gebruikt. Ik wil jullie alle heel hartelijk dank zeggen voor het feit dat ik samen met jullie weer een project mag verwezenlijken voor de dove en slechthorende kinderen. Ze zullen u heel dankbaar zijn en natuurlijk, jullie zullen ook de vordering van dit project zien. Want ik was al mee gestart, tenminste de voorbereiding, nog voordat het geld binnen was, maar natuurlijk je voelhorens uitsteken om te kijken waar je zo goed en degelijk mogelijk kan shoppen. Ja, we gaan het geld zeker goed gebruiken, want we zijn bezig ook om onze locaties van de bakken, wat we de eenzame bakken, ook op Google Map te zetten. Waarbij dus iedereen die bijvoorbeeld in Nigeria is of in Coronie of wat dan ook, gewoon eventjes kan zoeken waar onze bakken zijn. Wat het blijkt. Het blijkt dat het uiteindelijk een beetje onbekend is, of gaat meer bekendheid geven aan de eenzame bakken waar ze staan en het voor de uitbreiding. Brian Nalai, directeur van Stichting Betel Yara, legt uit hoe het geld de bewoners van de stichting ten goede zal komen. Een deel gaat sowieso gebruikt worden voor verbouwing, want een tehuis heeft een goede dak nodig, een goed dak. En daar is een aantal jaren niets aan gedaan. Zoals ik zelf ook in het filmpje heb aangegeven, wat ik ook van deze actie vind, is dat het een hele inclusieve actie is. Jullie, en dat bijzondere, de doelen die ook de stichtingen die ook zijn geselecteerd, dat men ook aan ons denkt en de Rotary ook aan ons denkt, dat is heel bijzonder. Vermeldenswaard is dat er in Suriname op 6 februari 2022 ook een 10K en 21K loop is georganiseerd door Rotary Suriname. Met medewerking van de sportclub Tigri Endurance. Hierdoor konden Rotary Fellows, partners en vrienden ook lokaal meedoen aan het Rotary Suriname Runs for Charity project.